jullie zelfs een uur mogen gaan slapen op deze stroozak? Dag, nee, het is toch echt een kleedertje mogen voordragen. Elke ochtend op het krieken van de dag, dat klimt de haan op een dak en dan kruipt iedereen wakker de vuile zak. Zak. Ander woord. Oh. Zakrekenmachine. Maar dat, nee, dat is te moeilijk. Zaklamp? Nee. Zak, doeken. Zakdoeken moeten in de was, het eten in de pot, want de boer begint de dag met een stevige prot. 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 Protonkaart. Protonkaart. Prot in je rekening. Ja. Prot de innerlijke macht. Ik moet nog plukken, zaaien, voeten, ploegen, melken, mesten, dorsten, graven, rode potten, planten, ballen, dat is leven van een boer. We hebben koeien, we hebben geiten, we hebben schapen, we hebben kippen en een hond. En het liefst van al lopen rond in onze blote kop. Een beetje roept op je kind en je moeder.
afmaken. Als ik iets probeer te zeggen, dan... Gaat die mond op? Nee, dat maakt jij. Pannenkoeken met bruine suiker en een blok van in. Maar nee, ga overgaren. Idioot. Papoik. Zeg. Ah, we zijn er. Ik heb het ontdekt. Ja, kom binnen. Onherkenbaar maakt door haar valse stiefmoeder, opende Elisa met bonzend hart de deur. De koning en zijn teunmieter allemaal keken haar verbaasd staan. Wie ben jij, meisje? Met een plastic kleedje en schoendozen aan je voeten. Herkent u mij niet? Nee. Allee, zij vroeg altijd zo lekker rood. Ha, kom eens hier. Door de tuin op de bossen. Ze liep en liep, haar tanden liepen en liepen.